Hoi, leuk dat je kijkt naar de tweede serie van de videopodcast God in het Midden. Een kort bemoedigend woord midden in de week en natuurlijk ook later terug te kijken via Facebook of YouTube. Iedere woensdag om 12 uur 's middags live vanuit de Westerkerk in Kampen. Maar vandaag dus eventjes niet vanuit de Westerkerk zoals je ziet, maar vanuit mijn eigen werkkamer hier thuis. Omdat we in het gezin te maken hebben met twee coronabesmettingen en in isolatie zitten. Maar geen nood, de corona verloopt bij ons relatief heel mild en daar zijn we natuurlijk dankbaar voor. Vandaag dus vanuit huis deze aflevering van God in het Midden. En de videopodcastserie heet God in het Midden. Omdat we willen dat in deze coronatijd niet het virus in het middelpunt staat. Maar we willen God vinden, ook midden in deze crisis. In deze tweede aflevering wil ik het met je hebben over wat je wilt bewaren van het jaar dat nu bijna voorbij is. Want misschien zeg je wel, ik wil helemaal niks bewaren van 2020, want het was een verschrikkelijk jaar. Ik ben blij dat we eindelijk de eindstreep zo ongeveer gehaald hebben, dat het 2021 weer wordt. En hopelijk brengt dat jaar ons veel goeds. In ieder geval gaat het stukken beter dan het afgelopen jaar gegaan is. Want dit coronajaar was echt afschuwelijk. En ik kan me best voorstellen dat we dat zo ervaren. In september zeiden we al tegen elkaar, we zaten de dagen al af te tellen. Nog eventjes, nog een paar maandjes, dan is gelukkig dit verschrikkelijke jaar weer voorbij. Laten we 2020 met elkaar afsluiten, gauw vergeten, nooit weer overdoen. En ergens zit daar ook wel iets goeds in en iets moois. Ik heb vaak op oudejaarsavond ook gepreekt en haalde ik eigenlijk altijd twee bijbelteksten aan. De eerste bijbeltekst is van de vrouw van Lot. Lot die met zijn vrouw en zijn dochters vlucht uit Sodom en Gomorra een veilig heenkomen zoekt. De engel had nog zo gezegd, kijk niet achterom, maar de vrouw van Lot keek wel achterom en ze veranderde in een zoutpilaar. En de tweede tekst die ik dan vaak aanhaal is het woord van Jezus voor mensen die hem willen volgen. Jezus zegt tegen mensen die hem willen volgen, iedereen die de hand aan de ploeg slaat en achterom kijkt, is niet geschikt voor het koninkrijk van God. Kortom, het gaat erom dat we vooruit leven, niet blijven hangen in het verleden, niet onze wielen laten steken in de modder van het verleden, maar dat we ons uitstrekken naar de toekomst die God ons geeft. Dus als je het zo bekijkt, is het misschien inderdaad nog helemaal niet zo gek om te kijken naar wat ons wacht in het jaar 2021 en om niet te veel achterom te kijken naar wat er mis was in het jaar 2020. Maar aan de andere kant, juist in het kerstevangelie dat ons heel vers in het geheugen zit deze dagen, lezen we toch iets anders. Daar staat in Lucas 2 vers 19, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. En het is logisch dat Maria nog vaak heeft gedacht aan wat daar gebeurde bij de geboorte van de Heer Jezus toen ze ouder werd en toen de Heer Jezus ouder werd. Dat is logisch. Maar ik wijs je erop, omdat ik daarmee wil zeggen, je hoeft dus ook niet alles achterloos achter je te laten van dit jaar. Misschien is het goed om elkaar eens de vraag te stellen, wat zou je eigenlijk willen bewaren van 2020? Want natuurlijk was het een moeilijk jaar, daar heb je gelijk in. Ieder van ons heeft dat op zijn eigen wijze ervaren. Bij sommige mensen heeft corona inderdaad heel veel impact gehad op je eigen gezondheid of die van je naasten. Of op je werk, op je bedrijf, op je welbevinden. Het trekt allemaal een sterke wissel op ons. Of dat we er nu zelf ook mee te maken hebben gekregen of niet. Hoe dan ook, het hangt in de lucht. Anderen hebben misschien niet zoveel last gehad van corona zelf. Maar toch kan het ook zijn dat 2020 inderdaad een jaar is geweest waarin alles anders is geworden. Een keerpunt in je leven omdat alles om alles wat je in dit jaar is overkomen. Met alle rouw en met alle verdriet die daarbij horen. Maar hoe je jaar ook was, zou je ook iets kunnen zeggen over hoe je God hebt leren kennen dit jaar. Misschien heb je wel nieuwe kanten van God ontdekt. Misschien heb je zijn nabijheid wel gevoeld, juist in de tijden dat je het zo moeilijk had. Of misschien heb je wel geleerd dat God niet zomaar op afroep beschikbaar is. Dat hij zich ook wel eens voor je verbergt. Dat hij moeilijk te vinden is. En dat het dan moed en volharding kost om op hem te vertrouwen. Te blijven vertrouwen. Maar ook die ontdekking kan heel heilzaam zijn.
Misschien heb je wel iets ontdekt van hoe goed het is om Jezus te volgen. Hem achterna te gaan. Te leven uit zijn vergeving en uit zijn genade. En om in je dagelijkse leven hem ook te betrekken bij de keuzes die je maakt. Zeker, dat is altijd voor iedereen een weg van vallen en opstaan. Jezus volgen gaat nooit vanzelf. Het gaat met vallen en opstaan. Maar dat is niet erg. Jezus zelf heeft gelukkig ook heel veel geduld met ons. Of misschien heb je in dit jaar wel meer dan in andere jaren geproefd van de vrucht van de Heilige Geest. In een tijd met weinig lichamelijk contact, toch liefde geproefd. In een tijd van veel angst, toch vreugde gekend. In een tijd waarin veel onrust heerst, toch vrede in je hart ervaren. Dat is de stille stem van de Heilige Geest. Het is goed om daar bewust bij stil te staan. Op de drempel van het oude en het nieuwe jaar. Niet alles in 2020 was iets om snel weer te vergeten. Niet alles in 2020 was even rampzalig of slecht. Nee, we mogen het goede van dit jaar bewaren in ons hart en erover blijven nadenken. We hebben Gods liefde gezien door alles heen en daarom tellen we onze zegeningen. Zo leggen we al het goede dat we in 2020 hebben ontvangen ook weer terug in Gods hand. Dus ik blijf het zeggen. Blijf verbonden met God en blijf verbonden met elkaar. En graag tot volgende week.